Vandaag gaan we deze airtrack op de trampoline leggen. Lekker hoor. Ik moet mijn billen nog afvegen. Yo mensen, welkom terug weer. Een gloednieuwe video. Vandaag zit ik in de auto en we zijn onderweg naar Luc. En Luc is een goede vriend van de basisschool. En ik heb ooit met hem gewerkt. En vandaag gaan we gewoon een keertje weer chillen. Ik heb Erin ook meegenomen. Goedemorgen. Goedemorgen. We moeten wel naar Luc toe, want we zijn alweer bijna te laat. We zouden om 10 uur, we zouden om 10 uur weggaan hier. Hebben we het niet gedaan. Dat is niet waar. We zouden iets over 10. Iets over 10. Nou, het is 10 over 10. 10. Nou, dat is niet iets. Maar ik ben even alles vergeten, want ik was eerst mijn oplader vergeten. Daarna was ik de sleutel vergeten van Crazy Kangaroo. Heb ik die bij me? Weet ik niet. Ik heb het toch net gepakt. We gaan onderweg naar Luc. En Luc heeft een puppy thuis en die is echt zo schattig. Jullie gaan hem zo meteen zien. Nou, wat schattig. Hey. Oh. Yo. Oh, je moet even. Oh. Ja. Ja, je wil knuffelen, hè? Wil jij ook een box? High five. Luc, Luc. Ik kan wel een poos geven. Jij bent ook schattig, ja. Hoor, maar. Wat doe je? Kunst. Zit. Nee, dat doe je niet. Yeah. Ja. Ja. Je bent ook echt veel te blij, hè? Oh, oh, oh. Oh, ja. Oh. Oh, 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 oh. Als ik ooit een puppy zou nemen, zou ik echt zo'n puppy nemen. Ik vind het echt te schattig. Maar helaas, ik woon nog niet op mezelf. Dus ik kan ook geen puppy nemen. Maar zoals je ziet, zijn we weer een keertje bij Crazy Kangaroo. Nou ja, weer een keertje. De laatste ben ik echt veel te vaak in Crazy Kangaroo. Dus wil je nou dat ik een keer langs een ander park ga? Laat het even weten in de comments. En wie weet, ga ik wel naar het park. Er komt zometeen iemand die jullie waarschijnlijk al wel vaker hebben gezien in mijn video. Nou ja, vaker. Hij is volgens mij 1 keer in de video's geweest. Het is namelijk Aard van Prankster. Het is nu geen Prankster meer. Hij heeft zijn eigen kanaal. Maar hij vroeg: yo, Timo, wat doe je vandaag? Ik zei niks. Dus kom maar gezellig langs. Ik heb de sleutel. En we gaan lekker jumpen. Vanavond gaan we nog terug hierheen om iets super cools te doen. Alleen dat laat ik nog eventjes voor iets later in de video. Yes, Aard is er ook bij gekomen. En kan je nog een beetje flip? Na de vorige keer? Jawel, toch? Ik hoop het, ik hoop het. Oké, laten we dan even beginnen met een flipcheck. 5. 4. 3. 2. 1. Ja, lekker hoor. Oh, je hebt ze best wel makkelijk nu, toch? Durf je er straks ook 2 achter elkaar? Niet hierop, denk ik hoor. Dat is wel de lange baan. Ik denk wel dat je het gaat redden. Ja, dat denk jij ook, hè? Ja, dat is altijd leuk. Ja? Dus, oh ja, hij doet het gewoon. Holy shit, gast. Klein niet gedaan eigenlijk. Nou, hij gaat best wel soepel. Nu moet ik zeker dubbel doen, dat kan ik niet dan. Dubbel, weg? Nooit gedaan. Nou, als je dat wilt doen voor mijn video zou ik het leuk vinden, maar ik denk niet dat het heel veilig is als je dubbel doet. Je kon de vorige keer dubbel. Laat even kijken bij de airbag. Van de laatste keer had ik ook nekklachten gekregen. Ja, oh ja, nee, dat moet je niet. Je moet niet op je nek springen. Zoiets, alleen het landen in de airbag gaat best wel lastig altijd. Dat is voorwaarts, oké. Als je het voor elkaar krijgt, het zou wel knap zijn. Okay, goed omhoog springen en snel draaien, dat is belangrijk. Oh, oké, die ging best wel slow. Ik dacht echt, geen dubbel inzetten. Oh, ja, lekker gast. Ja, dat was dubbel. Joa. Hallo. Je weet wat we altijd doen in mijn video's, hè? Flipcheck, 5. 3. 2. 1. Ja, lekker. Oh, je landt hem ook nog. Tuurlijk, tuurlijk. Sick, je hebt geoefend thuis. Frontflip, die kan ik wel landen van. Ja, jij hebt een trampoline thuis, hè? Dus jij oefent gewoon stiekem voor mijn video's. Ja, maar die trampoline heb ik echt al 5 jaar niet meer gebruikt. Dat is jammer. Je moet het zeggen dat hij dan wel... Hij is zo klein of zo, gast. Oké, okay, nee, dan moet je dan geen trampoline. Hij is echt heel klein. Flipcheck! Oh. Zo. Yes! Hij had het zou wel mooi zijn als ik dan ook nog mijn broekje aan kan doen in de lucht, toch? Ja. Wie houdt, ja. Hey, wie houdt je tegen? Dan kan ik gewoon... Ja, maar hoe ga ik dat doen? Nee, dat gaat lukken. Hoe ga ik dit doen? Ik hou... Nee, dat telt niet. Ik weet niet hoe dat moet. Oeh. Ja. Zeker. Yes. Karim! Oké, we spelen weer verstoppertje en natuurlijk zit altijd iemand op de beste plek. Zie je nooit vinden, Luc. Hij gaat je nooit vinden, hij is een zeker goed. Oké, ik ga je gauw weg, want anders ziet hij mij. We hebben voor nu genoeg gesprongen, maar we gaan straks nog terug om te springen. En dan gaan we iets heel leuks doen. Het heeft iets te maken met een airtrack en trampolines. Waarschijnlijk kunnen we al raden wat het wordt. Maar we gaan eerst even uitbuiken, want ik heb net veel te veel gegeten. En als ik nu mijn beste tricks ga doen, ga ik denk ik dood. 1 hour later. We zijn weer even bijgekomen van al het eten. Nou ja, bijgekomen. We hebben net gewoon nog weer soep gehad. Dus ik had weer zin in eten. Ik snap niet waar ik dat altijd vandaan haal. Ik heb altijd veel te veel zin in eten. En nu ook weer. Maar nu
gaan we wel met een crazy om weer wat mooie sprongetjes te maken. We hebben hier een hele mooie airtrack en dit is de airtrack van Boas. Want Boas, Mees, Lars en Jesse zijn allemaal op vakantie. Dus ik dacht, Boas, ik wil je airtrack. We gaan natuurlijk ook nog een andere leuke video mee maken. Maar vandaag gaan we deze airtrack op de trampoline leggen. Je kan natuurlijk de airtrack gewoon op de grond leggen, maar dat is natuurlijk niet leuk. We hebben al eerder een springkus op de trampolines gelegd. En vandaag gaan wij die hele grote airtrack op de trampolines leggen. Ik weet niet of het gaat lukken, ik hoop het wel. Alleen, ja, je hebt natuurlijk die randen, maar dan heb je ook nog een trampolinedoek. En dat is een stuk lager dus. Dus als je de airtrack misschien op zijn hardst oppompt, misschien gaat hij het dan houden. Ik weet het niet, we moeten hem wel eventjes naar de trampoline tillen. En dat ding is mega zwaar. Wow. Oké, hij ligt nu hier, maar hij moet zeg maar hier de trap op en dan moet hij daar naar de trampolines. En dit ding is best wel zwaar. Volgens mij was hij zwaarder dan de springkus die we hadden. Ga je het alleen doen? Ja. Ah, top. Nou, fijn. Ja, kom maar hoor. Ja, nee, dit is perfect. Nee, dat is goed inderdaad. Kom, nu kunnen we tillen. Als je nu maar Okay, het is gelukt. Ik heb niet heel veel gedaan, want jullie hebben alles gedaan. Fijn. Maar hij ligt op de trampolines. Kijk, het enige probleem is, je hebt hier de rand en nog een stukje. Dus hij moet echt hard opgepompt worden, anders werkt het niet. Ja, ik heb match neergelegd, maar ik denk niet dat dat gaat werken. Hij is opgepompt en hij ligt op de trampoline. Dus het is alleen een beetje lastig. Kijk, als je er nu op gaat, hier al. Nou, valt mee. Ik denk dat hij wel een beetje ving heeft. Stefan, doe een trick. Oh, sick. Het werkt wel hoor. Hij doet het al aan. Oh, damn. Nee, hij doet het niet. Lekker hoor. Perfect. Je hebt alleen misschien dat hij hier zo het een beetje indeukt, omdat hier dan, hier zit een trampoline. Dus dan deukt hij hier. Als we hem misschien wat meer naar de rand brengen, dan heeft hij wat meer stevigheid. Dus dan de theorie waar jij nu staat, hoger moeten kunnen springen, dus de trampoline. Ja, want daar zit de trampoline onder. Ga jij doen? Wow, cool. Ja, je moet niet lekker helemaal praten. Waarom niet? Ga jij split doen? Oh shit! Oh, zo, ik zakte hier gewoon in één keer in door mijn voet. Ik brak bijna mijn been, hè? Weet je hoe gevaarlijk dit wel niet is? Nog een keer, ik wil hem even doen. Deze airtrack komt wel lekker hoog, omdat hij gewoon lekker dik is. Oké, laten we wat trucjes doen. Ik wil misschien kork naar kork weer vandaag doen. Ik weet niet of het gaat lukken. Maar als het hier gewoon ligt, waarom niet? Normaal doe ik altijd dubbel kork van dit randje. En dit is denk ik het laagste waar ik hem ooit heb gedaan. Maar nu hebben we de airtrack en die is waarschijnlijk, het zal echt maar 10 centimeter schelen. Maar hij is wel iets lager. Dus we hebben de airtrack, de rand en een landje op de trampoline. Ik denk dat niemand met me meedoet, dus dat ik hem zelf alleen maar moet gooien. Stefan gaat enkel doen en daarna ga ik dubbel gelijk proberen. Korkmasser! Ah! Dan haal je heel makkelijk dubbel uit trouwens. Ik kan het wel. Easy game. Easy game. Oh! First try. Ik voelde mijn nek echt gewoon kraken, omdat ik nog niet heb opgehangen. Ik wil hem nog een keertje doen. Want ik had één hand net aan de trampoline. En dat telt niet. Oh, zo easy gast. Kijk, oh, ging je laag. Ja. Je komt hier lekker zo omhoog. Je hebt echt gelijk. Omdat je vanuit laag aankomt, kun je een blok omhoog. Is chill. Ik ga even triple proberen. Dat was een grapje. Stefan en ik gaan hem even linen. Ik moet hem eens landen. Let's go, dan line ik hem toch. Let's go, Stefan. Let's go. Lekker! Wist je dat hier ook nog een airtrack lag? Oké, okay, Stefan gaat het niet doen, dus ik line hem in mijn eentje. Ik hoef er iets bij te zeggen. Wat dan? Dat voel ik me echt min. Okay. Overnieuw. Stefan is pussy, hij voelt zich nu te min. Maar ik ga hem natuurlijk in mijn eentje even linen. Steven, wat doe je nou? Ik kan echt niet trucjes doen en lachen tegelijk. Dat gaat niet samen. Pap, 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 pap. Ja! Lekker! Ja! Yes! In één keer! Yes. First try! Woe! Yes. Piepjes! Lekker! Ja, 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 ja! Stop, is mijn die kleine. Holy shit! Lekker! Ga door! Ja! Let's go! Kom ik! Ja! Lekker! Nu jij weer!
gast op de airtrack. Het was net ons plan om de airtrack daar neer te leggen en nog wat tricks te gaan doen. Alleen, we gingen verstoppertje spelen. En we hebben geen zin om vanuit hier naar daar te verplaatsen. Ik heb hem nog wel eventjes, want ik wilde nog een leuk video mee maken. Die gaan jullie ook leuk vinden. Dus ik ga hem binnenkort daar wel een keertje opzetten. En dan gaan we onze beste tricks op de airtrack doen. Ik ben zelf niet zo heel goed op de airtrack. Maar dat komt wel, want als ik hierop kan oefenen, word ik natuurlijk steeds beter in. We gaan hem even opbouwen tot een klein bolletje. En dan gaan we weer helemaal terugbrengen. Tot dan daar. We weten nu ook allemaal dat je een airtrack beter op de grond kan leggen. En niet op de trampolines. Dus heb je nou een airtrack, leg hem gewoon op de grond en niet op de trampolines. Waarschijnlijk heb je geen airtrack, want zo'n airtrack is best wel duur, groot en onhandig. Maar hier besluit ik wel de video voor. Dan superleuk video. Even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even hier beneden. En dan zou ik zeggen, net zoals altijd, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later.